Hallo Egg Legion en welkom bij de PD2 Safehouse. Want dat wouden mensen zien. Voornamelijk Guiknoop, als ik zijn naam goed uitspreek. En ja, de Safehouse is niet zo heel interessant op dit moment nog, omdat ik het opneem voor de beta. Zoals waar we het zo meteen ook in de video over gaan hebben. Is dit een dag nadat de game volledig uit is gekomen. Wij spelen nou nog even de beta. Maar wat je kunt doen in de Safehouse, normaal de eerste keer in de Safehouse, dan kom je binnen vanaf de wasserette. Was daar. En word je gedrommeld in een busje, dan kun je buiten even rondkijken. Loop je gewoon naar binnen en is een hele mooie wasserette, denk je dan. Loop je verder en dan vertelt hij van alles. Dan kun je je bag afhalen. Als je Criminal Career Edition hebt, wat Yves en ik allebei hebben, daarom hebben we ook de beta. Dan moet je je bag ophalen en daar heb je nog guns. En die bag die hij toegooit, daar zit extra cash in. Dat is starting cash eigenlijk, 5000 volgens mij. Om je gelijk al de eerste level door te helpen dat je een wapen kunt kopen. Dan moet je dan hier neergooien, bla 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 bla. En dan moet je hier in Lady Justice, die echt zo'n Joker smile heeft, moet je geld hier opleggen op dat schaaltje. Wat nu inmiddels weg is. En dan gaat deze deur open. Dat is je daadwerkelijke safehouse beneden. Maar dit is de safehouse boven. In de volledige game, die dus nogmaals gisteren is uitgekomen, zou je als het goed is de safehouse moeten kunnen upgraden. Je moet van allerlei dingen mooier kunnen maken. En op den duur moet je ook uit je safehouse en naar een nieuwe safehouse toe. Tenminste, zover als wij het begrepen hebben tot nu toe, is het op die manier. We weten het natuurlijk nog niet zeker, want zoals ik zei, we hebben de volledige game nog niet gespeeld. Want die is er nog niet uit op het moment dat ik dit record. Nou, dan gaan we naar beneden. Dan heb je hier camera's. Die kun je allemaal checken, maar dat kunnen we nou nog niet zien, want ik heb mijn masker nog niet op. Ook hier heb je een soort normale modus en maskermodus, zeg maar. Als we dit doen, dan kunnen we alle camera's bekijken vanaf buiten. En wij vermoeden op dit moment natuurlijk voorhand dat je safehouse op een gegeven moment geassault wordt. En dat je zo snel mogelijk moet redden wat er te redden valt. En dat je dan uiteindelijk kunt ontsnappen met zoveel mogelijk geld. Of wat je in ieder geval nog hebt. We gaan beginnen links. Links is de deuroefening. Hij vertelt de eerste keer, vertelt hij van alles. Als je op de knopjes drukt, dan vertelt hij het nog een keer. En je kunt dit lockpicken. Maar wat je ook kunt doen, en dat weten heel veel mensen niet, en dan vertelt hij ook een beetje crap, is schieten. Als je erop schiet, gaat de deur ook open. Dat scheelt tijd. Bij deze deur werkt dat ook. Bij deze werkt dat niet. Wat je hier kunt gebruiken is de keycard. Een drill erop zetten of C4. C4 kunnen we op dit moment niet testen. De keycard hebben we niet. Dus wat je kunt doen is drillen. En dat duurt dan in dit geval 3 minuten. Maar wat je kunt doen in dit geval is dat de keycard hier ligt. Dan doe je dit. En dan poef, is de ding is weg en klaar. De volgende deur, dat is ook een deur, dan moet je ook lockpicken of met saw. Kun je niet op schieten, kun je proberen wat je wil. Maar die gaat niet open. Dus dat is hetzelfde verhaal ook. En deze deur kan ook open als je in het midden schiet. Klaar. Heel simpel, dit is een beetje een oefenruimte. Voor als je een zaag hebt, kun je het oefenen. C4, kun je een beetje oefenen hoe en wat je moet plaatsen en wat dat allemaal precies doet. Wat op zich wel handig is natuurlijk, een beetje een testruimte. Dan hebben we hier de kluis. Dit is mijn offshore account. Die heeft 156 miljoen. En hier heb je de tafel met allerlei bankbiljetjes. Ik had 1,5 miljoen. En dan is de tafel redelijk leeg. En dan staan hier stapels met geld. Allemaal nog opgestapeld. En het ligt eraan hoeveel cash je hebt. Dat is allemaal handgeld. Dus dat is geld wat je uitgeeft voor je wapens en je maskers, et cetera. Dat ligt allemaal hier dan. En ja, mensen gezien met 500 miljoen of zo, weet ik veel. Die had echt heel veel en dan staat het allemaal tot een nok toe vol. Dus dat is best wel extreem. Dat is wel vet om te zien. Nou, dan gaan we naar rechts. Dan hebben we hier een kamer met de wapens die je hebt. Dit zijn alle wapens die ik heb gekocht. Inclusief de dingen erop. Dat is een zombie hunter laad dingetje. De longstock, silencer erop, shotguns, pistols. Alles ligt hier. De pistol die ik nou vast heb. Ligt hier ook. Dat is deze volgens mij. Ja, dat is die met een laser. Dus laser kun je aan en uit doen. Dat is die. Die heb ik nu vast. En secondary is de AK. Dat is volgens mij die op mijn... Nee, dat is niet de AK. Welke AK heb ik? Deze volgens mij. Dit is een silencer. Nee, ik weet niet welke ik heb. Die.
10 gok ik. Dat is een AMK, ik weet het niet meer. Maakt het niet uit. De zaag heb ik hier ook, want ik heb een zaag gekocht. OV9000. Dat is de zaag die Lennart zo meteen gebruikt nog in de video. En dit zijn mijn maskers die ik allemaal heb. Waar zijn voor lelijke maskers gaan. Die heb ik over het algemeen op. Dat is mijn Alienware masker. Dat is een Kweebot. Zeg nog wel redelijk. Op een Skullmasker. Skullmasker krijg je als je de Criminal Career Edition hebt. Anders krijg je die niet. Dan hebben we daar nog de Brainiac. Mummy. En dat is in principe de... het oude masker, zeg maar. De oude type maskers van PD The Heist. En die zijn Infamous. Infamous had in, zeg maar, gewoon heel speciaal. Dit is een I Love Overkill. Met wat hoorntjes. En de vampier shizzle. Dat is dat. Dan heb je hier de shooting range. Dan kun je een beetje oefenen als je op het knopje drukt. Dan kun je oefenen met je guns. En waar je kunt hitten. De accuracy. En allerlei rotzooi. Kun je restocken en ammo. Beetje spreek voor zich. Maar kun je tenminste een beetje oefenen. Hier kun je oefenen met kluizen. Wat ook wel handig is. Je kunt ze hiervoor plaatsen. Om te kijken hoe dat open gaat. Hetzelfde verhaal hier en ook hier. In de kluis trouwens zit $1000. Elke keer als je de safe house opent, zit er $1000 in. Kan zijn in de kleine, kan zijn in de grote, of de supergrote, zeg maar, of de lange, beter gezegd eigenlijk. Dat verschilt per keer, maar het is soms de moeite waard als je helemaal aan het begin om even die kluizen te doen. Sowieso de eerste keer dat je in safe house bent, is het wel handig om te doen. En heb je hier nog gewoon een area met wat blueprints en andere zooi als plan ruimte eigenlijk. Daar komt het op neer, dat is de hele safe house. Zoals ik zei, ik neem dit voor de officiële release op van de volledige game. Dus we weten niet hoe het natuurlijk in de volledige game is. Maar qua info, als je in de kluis komt, zegt hij dat je alles kunt upgraden en uitbreiden en fancy maken en van alles en nog wat. Waaronder dus zeg maar dit, die muur zal er waarschijnlijk uit kunnen. Maar hier heb je expansion 1, expansion 2 is er boven ook. Je hebt wolf kleren en alles. En je ziet daar een QR-code. Als je die scant, staat daar I love secrets uit mijn hoofd. En dat staat op elke QR-code. Het is allemaal hetzelfde. Elke QR-code is hetzelfde. En er staat op I love secrets. Dus het zal iets te doen hebben met een secret natuurlijk. Wat het precies is, weten we niet. Maar ik ben zeer benieuwd. En dan gaan we nu naar de nichtclub toe. Lennart is er ook bij. Tedek is er deze keer niet. Nightclub is de enige missie die nog in de beta extra zit. Die we nog niet hebben laten zien volgens mij. Ja, de rest zullen we laten zien. Inmiddels is de game uitgekomen trouwens. AKA gisteren. Dat was 13 augustus. En binnenkort dus de volledige game. Maar we hebben deze nog even te goed voor jullie. De assets die er allemaal zijn. Die Yves allemaal heeft gekocht. Puur voor de demonstratie. Is de ammo bag, medic bag. Ik weet niet eens waar die staan eigenlijk. Zijn die binnen? Ja, ik hoop niet. Ik zou het niet weten. Slow burning fuel cans, dat is voor als het misgaat, als je het niet helemaal stealth kunt doen, dan kun je die droppen bij een deur. En met de poker room, zodat de politie maar van één kant komt, wat op zich wel handig is. Dan hebben we nog band music. Persoonlijk vind ik beide muziek dingen die erin zitten, crap. Die er standaard in zitten en bad music vind ik allebei een beetje crap. Bad music is gewoon geen muziek. Maar bij mij is het wel, ja... Het is heel zacht op de achtergrond. Het is een beetje dat aparte, hele langzame 2 beats per half uur muziek of zo. Oh, precies gesloten. Ja, zo'n beetje. En een loot drop truck. Wat niet echt helpt eigenlijk. Dat is een beetje een waarloos ding die we al een keer eerder gehad. Je kunt hem niet echt stealth doen qua dat. Beetje probleem. Zo spijt. Oh. Maar dat zijn nu voor de assets. Iedereen downhalen. Ja, oké. Dus voor zoveel, ja, en allemaal in bodybaggen. Ja, en op straat gooien. Als ik eraan denk, dan zie je nou wel even een screenshot in beeld die ik heb gemaakt met alle bodybags die we hadden in deze missie. Dat was een hele mooie verzameling. Dat was Tedux zijn persoonlijke verzameling. Ja. Die jongen die samelt alles, die neemt elke keer bodybags mee. Dat is zijn hobby. Hoe meer bodybags, hoe beter. Ja, inderdaad. Maar dat is het. En verder, ja. Weinig te vertellen denk ik over dit. Moeten we nichtclub raiden. Dat komt eigenlijk op neer. Of raiden. Eigenlijk alleen een kluis. Dat is het enige. Is niet zo interessant. Maar deze missie is na een patch bijgekomen, toch? Je was in het begin niet, toch? Nee, die is bijgekomen omdat er iemand die thuis zou eten.
En daarom was de level cap ook van 25 naar 30 gegaan. En deze missie erbij. The Tasteful. Ah, nou zie ik het eigenlijk ook wel. The Tasteful. Open until 9 a.m. Happy hour, every hour. Ah, dus het is altijd happy hour. Oké. Interessant. Yay. We gaan proberen het zo stijl mogelijk te doen. Die gele cans die je daar ziet, dat zijn die fuel cans. En die kun je op die witte plekken, die je daar ziet, weer neerdonderen. Alles wordt op zich wel duidelijk aangegeven in de game. Jacht langs, joh. Wow. De game vind ik op zich wel goed. Kun je die brand steken? Wow. Dat is wel een leuk idee eigenlijk. Oh, er staat daar een dude. Jee. Kom, schatje. Er stond er een dude. De papa. Die is nu dood. Had hij ook de keycard? Wow. Wat een luck. De keycard scheelt ons een hele bende gedoe. Dan hoeven we nou niet de deur open te drillen. Heb jij die bag? Want om een of andere reden ken ik die niet. Ah ja, ik heb ammo bag gekocht. Fuck, ik heb dat niet meer. Even kijken. Ja, ik kan niet heel bag. Ja, dat doe ik ook wel. Lennart, ik gooi hem. Ja. Lennart mag hem niet aanraken. Als hij dat oppakt, jongen, dan is Lennart echt zo... Ja, wat zeg ik altijd. Die zou er eigenlijk ook in moeten kunnen. Ja, eigenlijk wel. Hè? Eigenlijk moet je Lennart zo neer kunnen slaan. Met zijn mooie masker. Een nieuwe stoel voor in zijn huis, inderdaad. Goed bezig. Oh, ik heb Silence G18. Dit is ook een keer anders trouwens. De indeling is op zich wel goed. Nou, wel allemaal lage dingen. Soms staat hij helemaal vol met die hoge dingen. Dat verschilt echt per keer. Dat is wel chill. Ik heb trouwens niet opgelet of er mensen boven waren aan de overkant. Oh, ik ook niet. En ook niet eigenlijk als die hier mensen boven. Oké, okay, dat scheelt. Soms zijn hier mensen boven. Overkant, weet ik niet. La 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 la. Nee, denk ik niet. Anders hadden ze nou wel gereageerd. Volgens mij niet, als ik zo kijk. Nee, er zit niemand aan die tafel, dus. Mooi. Mooi. En er verandert op zich redelijk wat in die game. Soms is de bar open. En op zich is de variatie in deze map is wel goed. Nou, soms is hier 2 la, 6 la, geen la. Aan de overkant zitten soms la. Ja. Soms zijn er 8 guards, soms zijn er maar 4, soms zie je juist helemaal niet. Want zoals nou, poker room was niks. Dus er normaal altijd wel eentje. In de keuken heb ik niet meer gezien, die onder niet. Helemaal footsie. En dat is toch op overkill, dus. Ja. Is niet, bad music. Ja, Lennart die, Het is echt een lelijk. Oh. Wat is het probleem, gast? Oké, Jan Sanders. Kom jij boven doen? Werkt, jij hebt een keycard. Dat is een goede vraag, wat hier boven komt. Maar dat was een raar, jouw gun klonk gewoon als een volledige gun, niet als een Silenced 318. Ook? Dat is een raar. En niemand heeft dat gehoord, dat kent toch niet? Nee, ja. Ik weet niet. Eén is het probleem op dit moment in de beta, we hopen dus dat het gisteren verholpen is. Klinkt weer raar in de toekomst praten, maar... is de sync-problemen. Ja. Zijn de sync-problemen, dat is echt... echt crap. Heel vaak hebben we dat, vooral bij deze missie ook... Dat ik enemies zie die Yves niet ziet, of andersom, of dat ik een lichaam helemaal niet zie liggen. Van nog meer. Ja, ja die aan de andere kant van de map staan. Ja, inderdaad. Dan ga ik bijvoorbeeld hier down. En... Oh, we hebben geen... wel, Hoxton, die staat nou daar. En dan revived hij mij opeens, terwijl hij daarin staat. En bij Yves is die dan gewoon naast mij. Bijvoorbeeld zoiets. Dat gebeurt ook heel vaak. Zeg maar die sync-problemen. Dat is wel heel irritant. En dat is puur server client van Yves Hoogstan. Die ziet Hoxton gewoon normaal lopen. En Teduk en ik zagen dan Hoxton, terwijl die down is, gewoon rondlopen. En op een gegeven moment ligt hij opeens down. Waar Yves hem ook down ziet liggen. Dus het is echt een vertraging af en toe voor 10 seconden bijvoorbeeld. Dat is extreem. Te spijtig. Maar en dat is eigenlijk het enige. Dat is het enige wat ik te klagen heb tussen haakjes over de beta. Gezien het een beta is natuurlijk. What the fuck? What the oh, die bodyfog, bodybag. Dat gaat zo weg. Dat heeft hij vaker. Ja, dat is die bag, maar dat hebben we al een keer eerder gehad. Die ziet dan elke keer een vraagteken en loopt gewoon weer verder. Ook al komt hij er straks nog 2 keer langs, volgens mij. Lennon zit trouwens niet op Teamspeak, die heeft wel een mic, maar die typt. In dit geval. Moet meenemen, de bodybag? Of niet? Ja, misschien wel. Iemand? Nou, dat is juist die naar door de muren. Nou, daar loopt toch een gast soms naar buiten, even te roken of zo.
Dacht maar die is toch dood? Ja, dat weet ik toch niet. Dat is een nieuwe roker. Dat is een nieuwe roker gespawnt. Mm. Dat was namelijk het punt ook toen we al die bodybags hadden. Dat vond ik best wel raar eigenlijk, maar... Even komen. Iedereen was dood. En die bleef inderdaad maar komen. Dus spawnen gewoon elke keer op die hoek daar ginds. Waar wij nu spawnen elke keer een nieuwe dude. En daarachter spawnen elke keer een dude. Dat kwam om de 40 seconden of zo. Niet echt een minuut. Niet echt een halve minuut. Spawnen gewoon weer een nieuwe CV. Om dood te krijgen of zo. Ik weet niet wat het idee erachter was. En op de deur zien ze dat best spawnen. Kunnen die niet meer killen. Nee, inderdaad. Dat heb je toch gezien. We hadden makkelijk stealth weg kunnen... Nou ja, stealth is het niet echt eigenlijk. Je nakt iedereen naar beneden, dus hebben we hier wel gezien, maar... Ja, maar ze hebben het niet gehoord, we hebben ons masker op, man. Ja, dat wel. De politie komt niet, hè? Nee, inderdaad, de politie komt niet. Oh. Dat is er één. Daar gaat het dan mis. Het is mijn schuld, omdat ik te ver naar voren liep, maar... Ik heb dat laatst ook gedaan. Toen stond ik hier ook en er was niks aan de hand. Maar dan denk ik er vanaf waar dat die juist zijn. Ja, inderdaad. Oh, boven. Zolang je dit goed doet, en veel op F ramt in dit geval, belt niemand, dan is er niks aan de hand. Oh, nu hebben ze al gebeld. Nou ja, nou wel dus, nou dan gebeurt er dat. Wat je dan kunt doen, zijn die cans oppakken. Snel. Deze raam. Ik begin een pol te worden. Deze raam kan open. Oh, pakken weer dezelfde op, dat gebeurt ook vaak. Dat is moeten ook fixen. Ja, dat moeten ze fixen. Dat als de een iets oppakt, dat de ander het niet kan oppakken. Want het gebeurt heel vaak dat Yves en ik dezelfde fucking bag oppakken en dergelijke. En wat er ook nog bij komt, is dat ik de sync-problemen heb. En dat Yves bijvoorbeeld daar staat en dat Yves tegelijkertijd dezelfde bag oppakt. Oeh, Civies, blijven jullie hier liggen? Willen jullie dood? Ik vind het prima. Gaan ze bakken, lekker bakken. Ze zitten vastgebonden, dan gaan we dan. Auw, daar hurt. Oh, die zit er juist niet. Je hebt wel meer kop, jongen. Brand op, jongen. Word een neger. Zwart verkoold. Ja, ah, hier ligt de ammo trouwens. Voel de pijn. Hier ligt de ammo. Waar de fuck is de medic bag? Die is helemaal de wc zeker? Oh ja, we zijn nog buiten. Nee. Oké, we hebben 3 bags. Wauw. Yay. Oh, we wachten op de truc. Oh ja, kut. Hierboven. Kun je het vangen? Ja. Oh ja, nee, net niet. Ja, dat moet wel lukken. Ah. Hij haalt de bag met boven. Oh, kut. Nou, wacht, ik loop maar. In die tussentijd had ik nog goed kunnen lopen. Ja, neer op de grond, jongen. Neer. Dank je. Ik ben neer. Ja, sorry. Ik zei het tegen de verkeerde persoon. Ik bedoelde Stevie. Waar de fuck waren we live aan? Wow, oké, daar dus. Nou, die homo die stond op dek eerst. Dat heb ik niet gezien. Ik kwam de deur uit en toen leefde hij dwars door me heen. Hij liep door me heen, gast. Lennart, 35, jawel. Zo'n aardige jongen. Komt die dinges nog? Truck, schiet op. Er zijn echt waardeloze assets trouwens, waaronder deze eigenlijk. Oh. Die van, wat is dat? Watch Dogs? Ja. Dat is die escape car. Dat is net zo'n ramp. Die armored escape car. Dat ding gaat net snel dood. Ja, dat is een beetje, ja. Dat is echt een crap ding. Nou, je hoort deze wel... Oh, what the fuck doe jij hier, jongen, Stef? Je hoort deze wel silence, denk ik. Of niet, of hoor je bij mij gewoon normaal schieten weer? Ik hoor niks, dus zal wel silence zijn. Oké. Ik ben benieuwd of ik hem dat eigenlijk aan zie komen. Dat is ook weer perfect Nederlands. Ik mijn ben arm er eigenlijk aan? Hm? Mijn arm er eigenlijk aan? Ja. Je hebt wel arm aan. Lennart heeft ook een pistol laser hoor. Kunt u met zijn lasertje aanzetten? Die heb ik niet meer, denk ik. Of wel? Nee, G18 heb ik dat niet. Hé, is een civie buiten. Behoefte cap. You serious? Waar de fuck is die truck nou dan? Die komt er dan nog aan, zeker. Het duurt nog langer, of hè? Oh, dat is echt een waardeloze asset dan.
Ah ja, trouwens, ze kunnen ook alle cash looten overal. Bedenk maar opeens. Ja. Al ik extra cash meenemen. What the fuck hit mij? Dat is een serie. Hier meneer. Ah, oké. Okay. Hier die shield. Hup, die is in eerste gedispawned, what the fuck. Ik ga zeggen welke shield. Ik zie alleen. Ik zie twee civies in elkaar. Au, 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 die lui. Ik mis echt een grenade, Stef. Of staat nou daar die pick-up truck? Dat zou ook. Oh, in plaats van dat busje. Nu. Fuck that, hoor. Volgens mij hebben ze wel vaker die assets verneukt. Zelfs met de bank deposit. Dat is net zo'n ramp. Oh ja, heb jij de cash de camera die nooit niet komt. Ja, inderdaad. Gewoon even de bag daarin. Er ligt geen cash hier. Au, au, au. Want die ligt in de poker room, hè, die cash. Ah daar waar het brandt. Geld brandt niet. Uitzien. Aha, geld brandt niet. Die wist ook niet. Dat is heel teleurstellend. Nee, dat is spijtig. Het zou mooi zijn, een flamethrower in die game ook nog. Dat is extra. Staff, laat me met rust. Ik doe altijd standaard maar twee laag door die auto. Oké, okay, hier achter die ding ook hier toch? Of bedoelde je dat? Nee, achter die auto daar. Achter ik altijd één of twee. Oké, okay. Nou ik zover kom ik nooit zo snel. Ik ben altijd wat langzamer. Maar ik kom meestal wel bij die steen als eerste. Dan zijn er twee, over het algemeen. Het is wel standaard plek en dat is wel spijtig. Lekker pakje drinken. Yeah. Wow, Lennart heeft de hoogste accuracy, dat is best wel erg. Wow. Wat zijn wij slecht. Oh, die van mij die was niet goed, die was maar 18. Die van mij 22. Ah, we hebben toch een ton binnen, dat is mooi. Dat is heel fijn. Kaartjes, please, geef mij een mooi masker. Of, nou eigenlijk heb ik de vrouw weinig aan, maar geef mij een mooi masker. Of een gun. Geen cash. Jij hebt er niet. Waarom heb jij er niet? Oh, wel, ik heb die al, jongen. Ik wil die. Ik wil er niet. Ja. Oh, eigenlijk zou je moeten kunnen traden ook in die game. No. En geld ook moeten kunnen slazen. Gezamenlijk bankaccount. Dat zou ook kunnen, op zich. Gezamenlijk account. Dat is niet slecht, hè. Allemaal nog niet. Gezamenlijke klas. Ja, inderdaad. En dan moet je die andere luid nog kunnen betrayen. Naar gewoon een safe house voor vier man. Ja. En dan overvallen. Ja, en dat je elkaar safe house kunt overvallen. Ja. Bijvoorbeeld, nou, dat is wel goed. Dat kan bij, fuck weet the game. De Epic Quest for, zoiets. Epic Quest for Epic Loot en Awesomeness of zo, weet ik veel die game heette. Daar heb je een soort dungeon, waar je eigen loot neerdondert. En dan kun je van andere mensen hun dungeon binnenvallen en hun loot weer jatten. Oh ja. Zoiets was dat. Volgens mij, ik weet niet meer precies hoe die game heet, maar dat was iets met de Epic Quest for Epic Loot of zoiets. Het is wel grappig, maar dat is echt zo'n hoe heet die game? Torchlight 2-achtige clickgame, zeg maar. Oh. Dat is dan weer spijtig. Inderdaad. En dan gaan we een paar jewelry store doen. Voor kaartjes. Inderdaad een paar, want dan komt er niet meer in crime met naar voren. Ja, maar ja, want dat is eigenlijk ook nog een remark. Ja. De zinkproblemen zijn een beetje. Ik stront irritant. En de CrimeNet methode is eigenlijk een beetje irritant. In PD The Heist heb je namelijk gewoon een lijst. En kun je gewoon kiezen, oké, ik wil nou deze missie doen. Hier moet je echt wachten totdat de missie in beeld komt. En dan ook nog de difficulty die je wilt. En dat is eigenlijk gewoon irritant. Dat belemmert je een beetje. Het zou waarschijnlijk zijn om booster tegen te gaan ofzo, omdat we nou 27 seconden weer een kaart hebben, maar... Dan mag je niet kaartjes farmen. Nee, kaartjes farmen inderdaad. En alles verkopen, en die ding kun je niet verkopen, trouwens. Kaarten kun je niet verkopen, dat is ook heel jammer. Wapending, de ninja! Drie keer cash. Sniper stock. Ik heb de Jaeger rifle volgens mij voor dat ding.
Ah oh, nee, is die JP36. Dat is anders. Nee, de zaal in deze ook eens zien. Ah ja, inderdaad, Force Source. De zaal inderdaad, dus ook in. Omdat we level 30 kunnen we nou ook de zaal, want die kon er eerst niet. Nee. Ja. En, de zaal maakt een klein beetje geluid. klein beetje, maar. De hele buurt hoort dat gelijk. Maar hij is wel handig, hij is wel snel. Maar echt super vind ik hem niet persoonlijk. Om eerlijk te zijn. Hij moet weer gaan werken. Geen zo, of nog wel net zo. Nog 2 minuten, Lennart. Alleen even je zo laten zien. Dat kan die jongen wel. Hij kon een koffie drinken heel snel, volgens mij. Dat is een keel branden. Kijk, daar hebben we de mooie zo. En dat is het geluid wat het ding produceert. Nou, lijkt me masker. Oh, lassen. Dat is dat. Dit zijn ATM-machines, dus gewoon pinapparaten in de winkel. Overduidelijk. En er zit aardig veel cash in. Namelijk 28.600 zelfs. Maakt echt een takkenherrie dat ding, hoor. No. En nu is het achter. Silent Blade is aan moeilijk zijn. Ja, inderdaad. Met rubber. Daaraan of zo. Voor de stilte. Gaat er weer moeilijk. En C4 zal ook zeker niet zacht zijn hier. Denk ik. Ook al was het niet echt een hevige explosie, wat ik begreep, maar... Oei, hier is een grote kluis. Oeh. Een hoe hier. Money, money, money. Ik sta money meenemen. Ik heb al 6 briefjes opgepakt, dat is nog wel iets. Uit 2 kassa's. 9 briefjes uit 3 kassa's. Oh. Wauw, we doen goed. Hier zijn nog 2 briefjes. Mooi. Wat is dat? Bij de big save. Ah, oh ja, daar heb ik niet naar gekeken. Naar de overkant. Hierachter ook al gekeken of niet? Ah, nee, nog niet. Nee, hier nog een 24/7 had ik al opgepakt, daar waren er 3. Oké. Okay. Ook 3 uit 1 kassa of uit 2? 3 uit 1. Ah, de game is vrijgevig opeens. En hier ligt niks. Apple Store heeft helemaal niks. Wat een verrassing. Wow, grote kluis. 4 C4's. Ook. Oh. Veel. Dat is echt een lompe kluis. Is mooi groot. Lekker. Hey, we hebben nou 2 haaien. Dat is nieuw. We hebben een slimmere Lennart. Wow. Slimmere Lennart. Een hacker Lennart. Die unlimited ammo heeft. Zware hacker dan, man. En tegen vuur kan. Dat is ook zoiets. AI kan, dat was in PD The Heist eigenlijk ook al iets craps. Dat is in deze net zo. Wou je wachten voor die save of niet? Wat ben je aan het doen? Waarom ben je... Picking nog? Ik weet niet. Ik was iets aan het doen. Ik dacht, die AI, die shit, die laat wel dood. Nou, dat kan. Vind ik iets aan het doen. Ja, ja. 100 seconden, dat is te lang. Ja, sowieso. Escape. Wee. Maar in PD Huis was natuurlijk al een probleem. De AI kan veel meer. Die kan omhoog klimmen via weet ik veel wat allemaal. Ja, eigenlijk alles. Via alles. Simpel gezegd. Ik heb ze ook al zien sliden, volgens mij. In de oude of een koprollen zien. Dat zou ook kunnen. Ja, eigenlijk over een tafel of zo. Om een beetje show te verkopen. Ja, klopt ja. En over de dingen. Dan doe je een aparte animatie move. En ze kunnen tegen vuur. Dat is ook wel iets. Ze kunnen oneindig ze kunnen in vuur heel veel reviven. Heel veel. Ze kunnen heel veel kogels hebben. Dat is ook allemaal een beetje spijtig op zich. Ze zijn beter dan de player zelf. Daar komt het eigenlijk op neer. Maar dat was onze mening over de beta eigenlijk. Je hebt alle missies gezien die er zijn. Beautiful game. Yeah. Full game inderdaad, dat zal dan mogen komen. Dus dan zien we er weer. Level 0 waarschijnlijk. Nou ja, of level 1, 2, weet ik veel wat. Maar in ieder geval weer een lager level dan 30. Dat sowieso. Ik ga mijn kaartje nog kiezen. Yeah. Wat krijg ik? Krijg ik het masker? Denk cash. 3, 2, 1. Nee, masker. Ja. Yeah. De Greek strategy. Oh, oh, die heb ik baltje al. Oh. Oh. Maar we zien jullie weer in een andere video. Yo. Wil jij altijd de beste deals hebben en vertrouwd games kopen zonder op allerlei websites een account aan te maken? Dan ben je bij Kingwing aan het juiste adres. Voor meer informatie klik op de link in de beschrijving.